De Centrale Bank van Suriname heeft vandaag gesprekken gevoerd met de financiële sector over de steeds stijgende wisselkoers van de US-dollar en de euro. Ook is er een persconferentie gehouden waarbij journalisten slechts één vraag mochten stellen over de besprekingen en de algemene financiële situatie. Governor Maurice Roemer heeft niet duidelijk aangegeven of er een officiële devaluatie van de Surinaamse dollar op komst is, maar liet doorschemeren dat de koers overgelaten wordt aan het vraag- en aanbodmechanisme. Het gelukte de media om na de persconferentie de voorzitter van de bankiersvereniging, Evelyn Franchi, te spreken. Ook hij kon geen exact antwoord geven over de hoogte van de koers. Voor een direct antwoord, de factoren die vraag en aanbod bepalen. En vraag en aanbod wordt bepaald door een aantal spelers. Die hier dus ook aan tafel zitten, AFFA, VFB, maar natuurlijk ook consument, de consument zelf. Die zit vandaag hier niet, de consumentenkring, maar het gaat nu om in ieder geval de grotere partijen die daar invloed op uitoefenen, op de vraag en het aanbod. Is die vraag nog niet beantwoord. Welke mechanismen gaan gehanteerd worden om die vlucht te beperken? Vraag en aanbod op zichzelf is een mechanisme. Dat wil zeggen, als een partij een vraag gaat uitoefenen en nu opeens zegt, ik ben bereid om 20 aan te bieden of om 20 te vragen en dat wordt gehonoreerd, nou, dan krijg je een prijs tot stand. Ik heb ook niet de calculaties gemaakt wat de ultieme evenwichtskoers wordt. In ieder geval wat we hebben afgestemd is dat we zeg maar, de gedragsregels die ik net heb genoemd gaan hanteren op die markt. Om het in ieder geval niet verder omhoog te brengen, maar zeg maar dat we met z'n allen, cambio's, banken, bedrijfsleven, voor rust gaan zorgen. En ook de klanten aangeven dat ze niet tegen elke koers valuta moeten kopen. En ik snap nogmaals dat de klanten nu willen middelen veilig willen stellen, maar aan de andere kant, dat we met z'n allen op die valuta op jacht gaan, om het zo te zeggen, gaat die koers alleen omhoog. De voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, Carla Boetius, wees de governor erop dat wanneer er een persconferentie wordt gehouden, journalisten niet beperkt mogen worden in het stellen van vragen. En ik ga ervan uit als u een persconferentie belegt, dat u ons niet moet beperken. Laten we helemaal iedereen de kans geven alle vragen te stellen, zodat niets meer blijft leven. Dat wil ik dat u dat graag meeneemt en de collega's echt in de gelegenheid stelt om meer vragen te stellen. Tot iedereen tevreden van hieruit gaat en er geen speculaties of dingen waarop ze geen antwoord kunnen krijgen, toch stemmen. En nu een vraag. Ja, graag gedaan. Oké, voor deze keer. Ik neem het mee. En bij de volgende uitnodiging houden. Nee. Bij de volgende uitnodiging houden we er terdege rekening mee dat we een behoorlijke tijd uittrekken, omdat we ook in een time squeeze zitten voor onze volgende meetings. Daar hou ik er rekening mee dat we bij wijze van spreken een halve dag vrij zullen moeten houden, indien u zoveel vragen heeft. Farhana Zouzeel, directeur Legal Compliance and International Affairs van de Centrale Bank van Suriname. En daarvoor journalisten die hun ontevredenheid uiten over de beperkingen vandaag bij de persconferentie van de moederbank.